Nick de Vries kende gisteren wederom problemen. Hij spinde in de eerste vrije training waarna hij de pitstraat in ging. Na de rode vlag, die door een crash van Hulkenberg veroorzaakt werd, is hij niet meer in actie gekomen omdat zijn team een probleem had gevonden aan zijn wagen. In vergelijking met de eerste oefensessie ging de tweede vrije training onder iets meer bewolkte omstandigheden van start. Het merendeel van de coureurs dook vrijwel direct het asfalt op om te kijken of ze een stap konden maken ten opzichte van de eerste sessie. Magnussen begon iets te gretig, want hij spinde en raakte de muur. De Deen kon zijn weg echter vervolgen nadat er kortstondig met de gele vlag werd gezwaaid. Charles Leclerc had minder geluk. Hij crashte zijn Ferrari in de muur in de laatste paar minuten van de tweede vrije training. Dit resulteerde in een rode vlag. Max Verstappen sloot deze sessie af als snelste met een 1.27.9, wat een stuk sneller is als de snelste tijd in de eerste sessie. Carlos Sainz klokte de tweede tijd en Leclerc de derde. Ferrari heeft besloten de versnellingsbak van Charles Leclerc te verwisselen. Daarnaast hebben ook Nyck de Vries, Oscar Piastri, Esteban Ocon en Lando Norris te maken gekregen met het vervangen van onderdelen. Voor Leclerc levert het vervangen van zijn versnellingsbak geen straf op. Het is namelijk de tweede versnellingsbak van het seizoen, waardoor hij nog lang niet aan het maximale van 4 zit. Naast de versnellingsbak vervangt Ferrari ook de MGUK van de Monegasque. Aangezien ook dit de eerste keer is, levert dit geen gridstraf op. Leclerc is niet de enige die onderdelen vervangen heeft dit weekend. Nyck de Vries krijgt ook een nieuwe versnellingsbak. Hij moet het onderdeel verwisselen nadat zijn achterkant beschadigd raakte bij een spin in de eerste vrije training. Qua motoronderdelen heeft Alpine bij Ocon ervoor gekozen om de complete motor te vervangen en te beginnen aan het tweede motor van het seizoen. Zijn internal combustion engine, turbo, MGUH en MGUK zijn voor het eerst dit seizoen vervangen. Voor Piastri geldt dat zijn energy store, control electronics en exhaust system zijn vervangen. En bij Lando Norris gaat het alleen om zijn exhaust system. Voor al deze coureurs geldt dat er geen gridstraf volgt. De FIA heeft besloten om, net als in Baku, de DRS-zone in te korten om te voorkomen dat inhalen te eenvoudig wordt. Max Verstappen is niet te spreken over deze beslissing. Ik zou het liefst hebben dat we zonder DRS kunnen racen, maar dat is onmogelijk. Voor ons is het natuurlijk wel een beetje anders, denk ik. Ik bedoel, als de auto sneller is dan. Laten we zeggen dat als je vanuit de achterhoede moet komen, het niet echt uitmaakt hoe lang de zone is, want je pakt de auto voor je toch wel. Maar als de snelheid binnen een tiende ligt of twee tienden zoals je zag in Baku. Als je eenmaal in een DRS-trein rijdt, is er geen mogelijkheid. Nadenkend over het achterliggende probleem voegt Max het volgende toe. Is de DRS-zone te kort? Zijn de auto's niet goed genoeg om op korte afstand te volgen? Ik denk dat het een beetje een combinatie van beide is. De auto's zijn ook wat te zwaar, te stijf. Je kunt niet over een curb rijden om te proberen een andere lijn te vinden. Iedereen rijdt tegenwoordig ongeveer dezelfde lijn vanwege hoe de auto werkt en hoe stijf de ophanging is. En ja, nu mensen steeds meer downforce in de auto vinden, wordt het waarschijnlijk ook wat moeilijker om te volgen. Ja, dat was hem weer, het GP Events nieuws op de zaterdagochtend. Vond je deze video nou tof? Vergeet dan even niet een like achter te laten en abonneer als je altijd op de hoogte wil blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Doeg!